En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mikey Efteling. Natuurlijk ben ik weer een Efteling vloggen vandaag. En gaan we toffe video's maken. Je ziet al een beetje de achtergrond. Ik ben net weer binnen Efteling. Leuke video's maken hier ook. Dus ik heb gezien waar ik alweer allemaal in ga vandaag. Maar ik neem jullie sowieso in een aantal attracties mee. Geniet lekker mee van de video. Yo kijkers. Nou, ondertussen is het weer een beetje regenachtig weer. De Efteling vorige vlog die jullie van mij hebben gezien in de Efteling was het ook al een beetje regenachtig. En het is nu ook weer regenachtig. Ik had eigenlijk gehoopt dat het weer een beetje droog zou zijn vandaag. Maar dat is het helaas niet. Maar ja. Ik ga gewoon weer een video maken voor jullie. En ik hoop dat het meevalt met het regen weer, eerlijk gezegd. Maar ja, ik ga gewoon weer een aantal leuke video's maken voor jullie. Deze leuke video maken in deze vlog. Ik hoop dat jullie weer lekker genieten met mijn vlog in de Efteling. En ik zou het echt zeer tof vinden als jullie allemaal blauwe duimpjes omhoog geven. En blijf sowieso abonneren op mijn kanaal. Vind ik natuurlijk hartstikke tof als jullie dat doen. Maar ja. Ik hoop dat jullie lekker. Nou kijk, we zijn ondertussen brand 1898, hè. Loop ik nu bij. Nou, ik ga weer proberen in te filmen. Ik geloof niet of het gaat lukken. Maar ik ga in ieder geval wel proberen. Geniet lekker mee alvast. Oh. Lekker. Oh god, we hebben even stilgezet en dan gaan we naar beneden. Lekker. Lekker! Wow, echt lekker hè? We hebben wel echt naar beneden. Heerlijk!
Nou kijk, het is net een Baron 1898 geweest. Dat is echt weer een leuke rit. Nou, ik heb natuurlijk, zoals jullie weer zagen, een lekker onderuit kunnen filmen erin. Het is me weer gelukt. Dus ik ga weer lekker naar de volgende attractie. En ik loop nu echt weer langs de Baron 1899 natuurlijk. Superleuk. Ah. Nou kijk, dus gelukkig is het weer in de Efteling gelukkig wel beter. Lekker zonnetje. Heerlijk, dat moeten we hebben in het park. Heerlijk hè, zonnetje. Beter als regen. Nou luister. Hier is de oude tufferbaan. Kijk of ik hierin kan filmen vandaag. Oude tuffer, je moet zelf een beetje sturen. Oh! En oude tuffer, je moet zelf een beetje sturen. Oh! Geniaal dit. Zo, ik voor het eerst dat ik in mijn vlogs in die oude tuffer zit, doe ik ze lekker alleen. Nou, lekker gezellig. Nou, ik dacht gelijk een beetje oude tuffer zitten. Dan kan ik een beetje rijden zelf. Oh, oh. Ramp. Geweldig dit. Dan doe ik een beetje rijden in die oude tuffer, je weet toch? Ah, oh, ik moet wel een beetje sturen natuurlijk. Oké, ik ben aan het filmen. En tegelijkertijd aan het sturen en het rijden, weet ik het wat allemaal. Leuk. Ramt dit. Een beetje leren met dat ding. Nou. Echt jongen, met dit zien hier. Kan echt niet. Even ik moet een beetje die kan afsturen. Wow. Aan tafel 1, 9, dit is klaar voor jullie, hè, voor de kijkers. Dus ik ga te rijden in die oude tuffer hier in de Efteling, man. Maar, is helemaal mooi. Zo, een beetje slingeren. Ik snap niet waarvoor ik dat zelf doe, maar ik doe het gewoon voor jullie, voor jullie de kijkers. Hey, als jullie dat echt leuk vinden dat ik in de oude tuffer ben geweest voor jullie, geef sowieso duimpjes omhoog. Dat is ook voor de eerste keer dat ik het doe voor jullie. Het allemaal te rijden, je bent toch. Nou, net de oude tufferbaan geweest. Was echt heel geniaal. Was echt lachen. Maar ik ga er zelf niet snel in. Maar ja, ik doe het allemaal voor jullie, hè. Ik dacht, ik ga weer eens naar de tufferbaan. Daar zo'n vlog in maken. Maar vergeet sowieso die blauwe duimpjes omhoog niet. Het drukken, hoe meer blauwe duimpjes omhoog, daar word ik helemaal blij van. Hoe meer blauwe duimpjes omhoog, hoe beter. Lekker, en nog meer abonnees natuurlijk. Blijf sowieso abonneren op mijn kanaal, vind ik leuk. Wij gaan ondertussen nu naar de volgende attractie. En dat is de... Wat zal ik doen? Ik denk dat ik weer eens de Vliegende Hollander in ga. Lekker. En de één nadeel is, het begint weer een beetje te regenen. Dat vind ik wel minder. Nou, ik sta weer bij de Vliegende Hollander. Nou... Denk ik er maar weer in, gewoon omdat ik kan. Lekker. Hoor. Yeah.
leuk gedaan dit. En ik hoop dat ze heel dag verblijven. Is het goed weer of wel? Is het? Nou, dat was de Amerikaar. Kijk eens, net lekker in de Vliegende Hollander geweest, was weer een super attractie. Vooral als het lekker weer is, is het lekker weer leuker en meer nat. Zeg, weer lekker afgekoeld. Ja, het is lekker een parkje lopen. In de Efteling. Hier, die Gondoletta. Dat zijn van die bootjes die gaan rustig rond. En ik ga er niet zelf snel in. Ja. Ja, ik maak gewoon een keuze. Ik ga weer een andere attractie, maar... Ik ga nu de volgende attractie in. Lekker. Kijk eens. Ik ben naar het huisje van Lauw vanaf.
Dus trouwen we nu maar komen van die geluidjes, hoor, dan een beetje op de achtergrond. Hier kijk maar eens vanaf. Zeg maar. Ja. Kijk eens, let op. Ja? Kijk je wat een trainer is? Au! Nou. Au! Au! Nou. Echt, hè? Nou, dat was eigenlijk wel erg grappig, hè? Trap, als je dan zo'n tree betreedt, dan maakt hij zo'n geluidje. Nou, Daan. Ja, kijk eens. Nou, luister. Ik ga me weer eens een moeilijk hebben voor jullie. Nou, ik ga weer een leuke video maken weer erin. Lekker. Welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning. Die zit hier boven. Wat is dit? Alle tovertwinkels. Hallo allemaal. En onze koninklijke tovernaar. Wat een saai boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. To wander through the Palace of Fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open nu! Symbolica. Het is echt mooi gemaakt om eerlijk te zijn, hè? Lekker in de ritten, de film aan. Thank you.
flessen open knallen. Heb je nog een pannenkoekje? Kun je die pakken? De gasten zijn arriveerd. Zeg een leuke dag. Tavia Symbolica! Hoe je pandemie? Lekker! Ja, die kijken door elkaar heen, hè? Echt tof gedaan. Ik heb deze foto's net gemaakt. Symbolica. Ja, ondertussen bij Ravelaan. Kijk hoe die show is. Nou kijk, ze is hier wel een flinke rook hier, die met die... Nou kijk, ze is hier wel een flinke rook, die rookmachine hier, die over het water gaat. Tussen die bubbels op het water. Ja, wel, jullie ook. En even wachten dat de poort hier open gaat. Ik wil al een kaartje om binnen te komen. Nee, we hebben wel. Misschien gaan we er wel twee. Ik heb er zin in. We zijn in Ravelijn.
wijn. Jullie maken geen schijn van kans. We moeten onze krachten bundelen. Alleen door samen te werken kunnen we overwinnen. Gebruik jullie elementen. Kijk eens, ze dus heeft de Vliegende Hollander storing, want ze rijden gewoon met lege kar, hè? Kijk dan. Kijk, die deur, de uitgang is dicht. Deze ingang is ook dicht. Hij zal wel het begin met een of andere storing hebben, denk ik. Maar ja. Ik heb in ieder geval wel gefilmd vandaag. Heel eerder in de vlog. Maar ja. Maakt niet uit. Ik geef sowieso blauwe tempjes omhoog. Lekker. Oké, eerst de vloer ook in. Oké. Ja, yo, kijk eens, daar ben ik weer eventjes. Nou, een heel even weer door het sprookjes was. Meestal de laatste paar vlogs. Die... Yo.
kijkers, daar ben ik weer. De laatste paar vlogs zijn jullie dat ik een aantal keer in het Sprookjesbos ben geweest. En nu loop ik er weer even doorheen. En gewoon, ik vind het gewoon leuk om te filmen voor jullie. Een beetje erin te lopen, weet je wel. Maakt niet uit, ik heb toch een Efteling op mijn bed, dus ik kom hier vrij regelmatig. Ik dacht net als die kleine paddenstoeltjes daar, hè. Met deze paddenstoeltjes. Kun je erin lopen. Zo, je moet even bukken ervoor. Kijk dan. Een klein raampje in. Nou. Zo, hallo. Hallo. Nou. Dan ga ik even een huisje, dat is iets groter. Zo'n paar stoelen. Dat is deze. Daar ben ik wel eens vaker doorheen gelopen. Weet je, ze lekker chillen buiten. Dus. En ze zeggen, ik heb ze goed geluk met het weer. Dat ze lekker chillen zijn. Kijk. Kijk, daar heb je een of andere boom zo. Die moet doen, maar ik ga zo meteen even van dichtbij even laten zien. Houd. Ik ga even van dichtbij zo laten zien, dus. Met Toby. Ja, ik ga even een foto maken van jou. Dit ding had ik net over. Er zit er eens een kabouter in de boom. Hoi. Hier zie je nog veel, hè? Zie je dat? Ja. Kijk, die is lekkerder was het in. Lekker. Ja. Ik ga even langs van buiten voort. En daar. Yo, kijkers van Mikey Eftel, vinden jullie deze video nou leuk? Geef dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En willen jullie meer toffe video's van mij zien? Abonneer dan op mijn kanaal en krijg je vanzelf weer een nieuwe video van mij te zien. Ik zie jullie de volgende video. Houdoe, lekker!